Als dit gebeurt, dan is de bullmarkt echt begonnen. Maar tot die tijd moeten we oppassen. Goed, welkom terug weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Arijs Kamp en yes, we gaan het vandaag weer hebben over een nieuwe week vooruitzicht, waarin we Bitcoin onder de loep gaan nemen. Natuurlijk ook bespreek ik weer hele interessante artikelen. Goed, mocht jij dat voor zover leuk en interessant vinden, smash de duimpjes uiteraard omhoog en laat mij eventjes in de reacties weten welke koersanalyse jij graag terugziet. Reageer dat hieronder in de comments en wie weet nemen we deze in de volgende video mee. Goed, ik weet niet of je het een en ander hebt meegekregen, maar afgelopen woensdag is er een nieuwe Bitcoin documentaire op HBO uitgekomen. Ja, en in deze documentaire werd de enige echte Satoshi Nakamoto onthuld. Of tenminste, HBO dacht dat zij wisten wie het was. En ik snap de beredenering, ik snap hoe ze erop komen, alleen eigenlijk is zijn leven nu wel helemaal kapot. Hij wou al graag op de achtergrond gehouden worden. En nu zegt hij zelf ook, zoals de titel hier zegt, mijn leven is nu in gevaar. En heeft dus ook een claim tegen HBO ingediend. Ik vind het ook wel een gewaagde documentaire dat HBO zomaar iemand mag aanwijzen van hey, jij bent Satoshi Nakamoto, oftewel ja, een soort van beschuldigen. Ik vind dat wel heftig dat dat mag en kan. En ja, hij ligt dus nu gewoon flink onder vuur. BitMEX heeft ook al gereageerd op de hele principe en dus ook de marketingtruc. Zo staat er dus ook het volgende. Todd noemt dit absurd en een marketingtruc van de regisseur Cullen Hoback om de film te promoten. Volgens Todd had Hoback met beter onderzoek kunnen ontdekken dat hij niets met de oprichting van Bitcoin te maken had. Todd werkte pas jaren later aan Bitcoin, ver na de lancering in 2009. De claim komt volgens hem dan ook totaal uit de lucht. Ja, en ook de cryptogemeenschap heeft hierop gereageerd. En velen zijn ook sceptisch over deze bewering. Natuurlijk kan onze Peter Todd hier zeker wel een belangrijke rol in hebben gespeeld. Todd had natuurlijk wel een hele belangrijke figuur in de cryptowereld kunnen zijn. Maar dat hij Satoshi Nakamoto is dan toch wel iets te ver gezocht. Ja, en dan blijft dan ook de blijvende zoektocht naar de Satoshi Nakamoto. In ieder geval, heb je deze documentaire nog niet gezien en heb je HBO? Ik zou zeggen, go check hem out. En laat mij weten of jij denkt dat Peter Todd misschien de Satoshi Nakamoto is. Aan de hand natuurlijk van zijn gedrag, zijn psychologie. En ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Laat het eventjes hieronder in de reacties weten hoe jij erover denkt. En ook MicroStrategy aandelen stijgen met 1620% sinds de Bitcoin strategie. En ja, dat wil letterlijk zeggen sinds MicroStrategy is begonnen met Bitcoin kopen, is zijn aandeel 1620% gestegen. Dus dat deze strategie werkt is één ding dat zeker is. De Ethereum koers worstelt. Traders stappen toch over naar bekende crypto's zoals Solana en Bitcoin. Wat gaat crypto in Q4 doen? Nou, en eigenlijk is dit een hele belangrijke uitspraak. En zoals ik net al zei, ik ben ultra bullish als dit gebeurt. Maar tot die tijd ja, moet ik je gewoon erop attenderen dat ik nog steeds naar deze welbekende driehoek kijk. Range tot die tijd van de election. En dit is dan ook nog steeds de range waar ik naar zoek. Je ziet wel dat hij echt wat tegen weerstand aanhikt. Hè? Hier als je de trendlijn bekijkt. Vooral als we deze trendlijn bekijken. Maar nogmaals, zolang Bitcoin niet boven de $67.000 is. Oftewel de 67.000 is key level, zolang hij daaronder is, print je lagere toppen op het hoogtimeframe hier. En op het dagelijkse timeframe zie je dat uiteraard nog mooier allemaal. Zit je gewoon eigenlijk in een soort van downtrend. Want ook hier heb je een nieuwe low gemaakt. En hier een lagere top. Als je nu toch die hogere bodem maakt, en daarom zeg ik als je 67.000 breekt, dan is het bullish en kunnen we kijken naar deze grafiek. Ja, en dan zou de breakout echt immens kunnen worden richting de 80.000. Zo belangrijk is die $67.000. Maar zolang hij dus niet breekt, zoeken we naar een range die hier gecreëerd gaat worden. En dat kan zijn tot de tijd van de election. Nogmaals, breken we toch $67.000, dan ben ik dus ultimate bull. En Immortal voorspelt een scherpe stijging voor Bitcoin en wijst naar 2023. En ja, Immortal gaat dan vooral uit over de prijsaccumulatie wat we hier in 2023 hebben gemaakt. Ja, vooral deze zone. En dat we dus nu ook in oktober, net als vorig jaar in oktober, nu iets kunnen afkoelen en dan een gigantische stijging kunnen waarnemen. Oftewel dat we nog één klein pullbackje krijgen en dan een gigantische push omhoog. Dat zou zomaar kunnen, maar dat komt alsnog neer natuurlijk op die $67.000. Technisch gezien zou je dan wellicht hier nog één tikje laag gaan. Dus hè, zoals de chart zegt, dus zou je zeggen oké, nu down. En dan hou je rond de $57.000 en dan de gigantische bullish breakout. Dat is eigenlijk waar dit artikel vandaan komt. En dan zullen we parabolische stijging kunnen waarnemen. Goed, dit was de koersanalyse en weekvooruitzicht voor Bitcoin. Ja, het is dus een spannende week. Weet Bitcoin boven die 67.000 te komen deze week, is het ultimate bullish. Maar zolang dat niet gebeurt, moet ik zeggen, zitten we nog steeds in de range en kunnen we blijven rangen in de periode van de election. We zien natuurlijk ook op de markten nog steeds financiële onrust. Natuurlijk ook Iran, Israël, allemaal wat daar in die landen gebeurt, verzorgt ook voor enige onrust op de cryptomarkt. Dus het is echt nog steeds het scenario dat we met alles rekening mee moeten houden. En ik wil je ook nog eventjes meegeven, we zien heel veel positieve bullish berichtgeving. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, hè. Echt waar, ik hou er ook van. Alleen... we moeten altijd zeggen, ja, alleen wanneer het natuurlijk te bullish is, denk aan de fear and greed. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Zou me ook niet heel gek zijn dat we dus eerst nog maar even rangen, een pullback krijgen en dan pas gaan pushen. Maar goed, het is een kwestie van tijd. We moeten gewoon goede levels in de gaten houden. En ik wil je bedanken voor het aanwezig zijn bij deze video. Goed, laat jij me nog eventjes weten welke koersanalyse ik in de volgende video mee moet nemen. Want vandaag kon ik zelf niet kiezen. Nou, laat het me eventjes weten welke koersanalyse je graag terugziet. En voor nu wil ik je bedanken voor het kijken van deze video. Dankjewel voor het intunen. Het was geen financieel advies. En laat me ook nog eventjes weten hoe jij denkt over Peter Todd. Is hij de Satoshi Nakamoto? Bye bye.